Nee, want dat is je nieuwe single, Hemelse Liefde. Hoe daarbij gekomen? Nou, twee jaar geleden, ongeveer 2,5 jaar geleden, is mijn moeder overleden helaas aan ALS, inmiddels bekende ziekte. Toen hoorde ik het liedje van Tony van Bokstel en het was eigenlijk een albumtrack. En ik vond het zo jammer dat er eigenlijk verder niks mee gebeurde. Want ik vond het zo'n mooi nummer, het had zoveel raakvlakken voor mij. Dat ik dacht van ja, daar moeten we wat mee gaan doen. En toen ben ik met Manfred, jongenees, om de tafel gezeten. Ik zeg, joh, kunnen we hier wat mee? Hij zegt, ja, daar gaan we wat mee doen. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Het is een beetje toeval geweest eigenlijk. Ik zit al 33 jaar in het vak eigenlijk. En ik ben nooit voor mezelf bezig geweest. Ik heb altijd een band gehad. En daar is Ena Temming uit voortgekomen. En Jason Bouwman is eruit voortgekomen. Die hebben bij mij in de band gezeten altijd. En ik heb altijd zoiets, ik ben altijd voor anderen bezig geweest. En nu kwam het zo uit mijn pad dat ik dacht van nou ja, dit is een mooi nummer. En net wat ik vertelde, het verhaal erachter. Ik denk, nou doe ik een keer maar wat voor mezelf. En het is goed bevallen. Dus we gaan nog wel verder. Maar de nieuwe single is in de planning. Maar dat betekent met 33 jaar ervaring en een band wat ook niet altijd even makkelijk is, dat dat wel een hele goede bodem is. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het is, we hebben gelukkig geen podiumvrees meer. Dat is lang geleden. Dus dat heb ik mee. En ik vind het nog steeds superleuk om te doen natuurlijk. Dus nee, het is helemaal goed.